Zo, we worden meteen hier aangevallen. Hallo, hallo. Nou, welkom bij de aflevering. We zijn op de server en we zijn bezig met veld 16 aan het oogsten. Dus, nou ja, let's go. Mike heeft net gelegen zo te zien. Ik dacht dat Green Sky Gamer stro aan het oprapen was. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hij is op de bio, wat hij daar aan het doen is. Hallo. Hallo. Even vragen wat aan Green wat hij aan het doen is hoor. Ah, oh, wat een vervelende windmolen is dat zeg. Ik zie er in de min staan. Eens even kijken, waarom? Oké. Nou, waarschijnlijk iets gebeurd. Gaat lekker weer met typen. Nou, je ziet het. Ik kan er helemaal niks meer van. Gaat wel goed komen dit. We hebben al een grotere combine, dus kan nooit heel lastig worden. Green rijdt rustig het stro eraf. Gaan wij eens iets anders zoeken wat we kunnen gaan doen? Als Mike ons een seintje geeft, dan stappen we even in die trekker en dan gaan we hem legen. Dus kan ik nu de trekker wel aan de kant zetten. Nou, ik denk om heel eerlijk te zijn, dat hij pas, hij gaat beneden pas zo'n beetje vol zijn, vermoed ik. Zetten we deze even hier stil. Gaan we eens kijken, wat moet er nog meer gebeuren? We kunnen wel even een missietje gaan doen eventueel. Oh, die zijn er niet. Dat kan ook. Kunnen we dan alvast gaan zaaien? Nou ja, we kunnen de zaai wel aanzetten. Screen dan zometeen even bezig is. Nou, dat is echt geen probleem hoor. Als je een keer iets niet af kan maken omdat je moet gaan, ga ik echt niet boos worden. Wie zou ik zijn om boos op jou te worden? Oh, zie je? Hij is 80%. Dus we stappen snel hierin. Kunnen we hem net snel gaan legen? Ja, ik heb 5 minuten voor deze opname heb ik kip gesneden, dus. Zal deze zo meteen wel vol zijn, gooien we hem even leeg. Want er kan volgens mij meer dan 10.000 liter in die combine, dus wat een klein trekkertje dit. Nou, je ziet, 83%. Ik ga hem gewoon leeggooien hoor. Gaat hier rustig verder met stro oprapen. En wij rijden rustig naar de silo. Oh, niet te snel naar die boom toe. Zie je, hij is geneigd. Hebben we misschien... Ik zag voor op dat dingetje, zag ik een... Die Hurleyman zag ik een dingetje zitten. Maar die heb ik nodig. Zullen we snel die Hurleyman opzoeken? Ja, dat gewichtje mag hij even afkoppelen. Nou ja, ze hebben weer wat bedacht hoor. Als het maar met kip en met mij is, dan is het goed.
Klopt. Ah, binnenkort ben ik jarig, dus dan ben ik niet meer 16. Live. Ah, dat is live. En dat wist ik eigenlijk wel, maar. Niet dat ze mij horen trouwens nu. Het zijn gewoon, ik heb ze toevallig op Steam, niet eens op Skype. Nou, stappen wij ondertussen hierin. Kijk eventjes hoor, want we hebben Hero op. Ik denk dat Tarwe was. Nee, Gest hadden we erop staan. Dus doen we tarwe, doen we koolzaad. We hebben tarwe te weinig, dus doe maar een keertje tarwe weer. Deze mag uitgevouwen worden. Doen we het eerste stukje. Doen we even van buiten de cabine. En dan de rest kunnen we van binnen doen, want dan kan ik gewoon dat lijntje volgen. Super makkelijk. Nou zie ik dat Mike wat aan het typen is. Die staat stil. Nou ja, nu kunnen we dus in de cabine gaan zitten. En nou is het een kwestie. Oh ja, joh, zeikert. Kan ook niet. Blijf jij eens gewoon lekker daar. Zo. Nou, deze klappen we dus uit. En dan is het een kwestie van met de neus eventjes volgen. Kijk, je ziet dat lijntje. En die houden we gewoon op het midden van die ploeglijn. Dus, ja, gaat goed komen, denk ik. Zolang Green ons maar voor blijft. En ik weet dat Mike ons ook wel voor moet blijven, want die heeft natuurlijk een grotere bek. Voerbek van de combine. Verstaan me niet verkeerd. Kijk, en nou zetten we hem hier weer op. Laten we hem zakken. Geef hem gas. En dan trekt hij mooi mee. Tenminste, is dat ding uitgeklapt? Ja, dat ding is uitgeklapt. Als we aan het einde zijn, dan zal ik eens even vragen aan Michael Vos, die zit. Hij vertelde net 1 race 43%. Had hij er al een rij op zitten, dan is hij zo 90%. Oké, doen we deze omhoog. Even uitzetten. Stappen we uit naar die rennen. Ga ik mijn collega's eens even opzoeken?
Kijken wat Mike gaat doen. Ah ja. Oh. Ik kan hem niet zien, daar al. Daar al. Zetten we deze weer even aan de kant. Ja. Hoop ik dat ik hem niet tegen een boom aan draai nu. Jawel. Nou, hij staat in ieder geval uit de weg. Zo. Oké, nou hier gaan we verder. Klappen we die uit. Dan is het dus gewoon een kwestie van zakken, aanzetten, gassen. En volgen. Tien of half zeven. Dat valt best mee hoor, met vroeg opstaan. Zo, dat doe ik standaard als ik naar school ga. En als ik moet werken is het soms wel 5 uur. Hé joh, ja, laat die gewoon lekker beneden. En dan die uitklappen. Dan zetten we die erop. Oh ja, 10 over half. Oh, heb je het over de game tijd? Oh ja, dan snap ik het al. Maar dit werkt lekker zo met 3 man. Wordt rustig opnieuw ingezaaid. Wordt er ook meteen afgetrokken. En eentje die trekt de stro eraf. En de andere die zaait het in. En die rijdt daar weer weg. Volgens mij is dit echt een prima combi. Staat Mike daar weer stil? Mag ik die zo wel eens gang gaan maken? Dan rijd ik zo naar hem toe. Staat Green staat zo ook op hem te wachten. Mijn trekker mag ook wel even schoongespoten worden trouwens. Toen we zo... Oh. Wie opnemen? Ik ben natuurlijk aan het opnemen. Wie anders? Ja, nu tegen de tijd dat jij het ziet, maar voor ons morgen. En mijn geluid stottert. Geen idee waar dat van was. Ik zie je veel meer. Eén zo'n balkje weg. Vroeg trouwens iemand aan mij hoe ik dat deed. Je kan ook zeg maar vliegen en je volledige hut weghalen. Laat ik zo wel eventjes zien als ik iets anders aan het doen ben. Ik zal als deze erop zit, gaan we weer eventjes naar Mike toe. Die even legen.
Prima met zaaien. Gaat een stuk sneller dan met die andere zaaiers. Dus. Kijken, gaat dat? Dat gaat. Een zwaailampje aan. Dan is nu gewoon eventjes wachten. Ja, is hij klaar. Let's go. Snel door naar de volgende. Zetten we deze eventjes op de werker. Ook al staan we in de min, gaan we toch doen. Ja, deze gaat redden. Top. Gaan wij ondertussen lekker stro rijden. Ja, we zijn weer bij het veld. Even kijken waar green is gebleven. Kunnen we daar verder gaan? Snel voor deze zaaier langs. Laat dat ding maar zakken. Zullen we hem erop zetten en hem aanzetten. Aan. Go. Gaat snel. Gaat echt snel te stroopapen. Ik ben natuurlijk nog gewend dat we dat kleine dingetje hadden. Deze pakt veel breder in één rij. Dus dan heeft hij ook veel meer stro. Je pakt die ook weer op. Zullen we snel rijden, maar zie je, we rijden zo naar Mike toe. Standaard toeteren, als je de ander tegenkomt. Maar we zitten al bijna vol. Gaat snel, gaat echt heel snel. En vol. Niet over het net ingezaaide. Anders rijden we dat ook stuk. Mag niet. Snel kijken of we uit het rooie kunnen komen. Ik kan wel geld gaan lenen om weer uit het rooie te komen. Maar leen je, dan moet je rente betalen. En sta je in de min. Ja, dat is niks anders dan dat je in de min staat, dus. Kijk uit voor green. Snel langs green op. Zo. Ik begin wel honger te krijgen trouwens, ik moet zo wel eten. Ja. Yo. Snelweggas erop. Waar sparen we voor? Ik denk een grotere trekker. Zo'n Sammy, Same, Samee. Ik weet niet hoe mensen het willen noemen. Ik
weet dat iedereen hem anders noemt, maar... Zou inderdaad ook kunnen. Is misschien nog wel fijner dan een grotere trekker. Maar ja, is ook wel lekker hoor. Om eventjes een iets sneller trekkertje. Iets meer power. Het zou wel lekker zijn om even een trekkertje te hebben die 50 kan. En sowieso de T4 kunnen we inruilen voor een T6. Die is net iets stabieler. Rijdt net iets sneller. Kunnen we toch nog rustig missies doen. Kunnen we ook gaan beginnen met... Met de maïsoogst. Dat zou ik binnenkort wel met jullie willen doen. Stuur me even een berichtje als je mee wilt doen met de maïsoogst. Zitten we zo meteen net niet vol, vermoed ik. Ja, we zitten nu net wel vol. Ook goed. Misschien nog wel beter. Zaaier is rustig bezig. Ja, je mist toch net die ene persoon. En Mike is zo'n beetje met de laatste rij bezig, denk ik. Maar zie je, het gaat goed met het geld. Daar gaan we... Het gaat goed komen. We staan ook niet heel diep meer in de schulden, geloof ik. Hoop ik vooral. Gooi hem eens achteruit. Ja joh, wat is dit nou weer? Heb jij ooit wel je rijbewijs gehaald, Jari? Ja, wel voor de trekker in ieder geval. Auto ben ik nog maar bezig. Maar dat gaat ook wel lukken deze zomer. Ja, die is ook weer leeg. Maar hij gaat toch lekker met het geld. We lopen niet de kantjes ervan af. En rijden het er ook niet vanaf. Ah, zie je, dit is de laatste rij van Mike. Deze plukjes ophalen hoor. Vind ik zo zonde als dit blijft liggen. Het zal geen hele brede rij zijn. Oh, wat een klein plukje. Dat is zonde. Kijken of dat we langs Mike op kunnen sturen. Ja, gaat lukken. Ja, leuk. Even toeteren. Vergeet ik mijn mondje. Als het goed is, gaat het heel traag. Met wat ik precies... Dat valt eigenlijk mee. Ik had verwacht dat het trager zou gaan. Hele slalom hier. Ja, maar je ziet toch wel, dit gaat echt een heel stuk sneller. Zo'n volle rij.
Ja, en hij zit vol. Nou, terwijl ik alvast terugrij naar de strooschuur, jongens. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Doe even een like als je het leuk vond. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En ik hoop je vooral te zien op mijn server. Dus ja, laat weten of dat je graag mee wilt doen met de maisoogst. Ik ga eten, dus ik laat het hierbij. Tot de volgende video. Yo!